Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We gaan jullie meenemen in een late dienst en een stukje van de nachtdienst. En hier voor de kijker die je nog niet kennen. Wie ben je en waar zijn we? Ik ben Kelly. Jullie zijn met ons in Valkenswaard. Ik ben jeugdagent hier in Valkenswaard. Dus ik draai voornamelijk in het weekend de horecadiensten. Daar gaan we jullie dadelijk ook een stukje meenemen. En daarbuiten rijden we natuurlijk gewoon de meldingen. Dus mocht er een leuke melding komen, dan pakken we die gewoon mee. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Ja, we hebben jullie wel eens eerder meegenomen in dit werkgebied. Dat was volgens mij met Frans en met de hondengeleiders zijn we hier ook wel eens geweest. Dus, maar vandaag met Kelly op pad in het gebied. En zoals net al zei, we zijn om 6 uur begonnen tot een uurtje of 3 vannacht. En we gaan jullie meenemen, alle werkzaam mee. Is dat de meldkamer of niet? De vorige keer bij de patiënt. De vorige keer hebben wij onder deze. Heel veel meldkamer ambulance gedaan. Goedendag meneer, politie. Goedendag meneer. Hallo. Hallo, politie. Wat wil je dan bij die mensen? Heeft u nog scherpe voorwerpen bij? Nee, heeft u zeker tweeën? Ja, waar? Ik zie trouwens ook heel veel medicatie. Heeft u nu ook iets genomen? Zoals je het beeld kunt zien zijn we net in Eindhoven geweest bij het ziekenhuis. We hadden hiervoor die melding van die meneer die zichzelf wat wilde aandoen. Hij had zichzelf gesneden met een mes. Uiteindelijk in de woning geweest, ook het mes aangetroffen. Viel de verwonding gelukkig wel mee. Maar deze meneer zit gewoon helemaal in de knel met zichzelf, zullen we maar zeggen. Hij heeft daar ook wel wat psychische hulp al. En nu in overleg met de crisisdienst. En de spoor heet dat hier geloof ik? Ja, de spoor. Waar staat de spoor? Dat zoek ik even in ondertiteling op, de spoor. Ja, zoals psychische spoedeisende. Zoiets zal het iets in die trend. Ik zal het even in de teksten eronder zetten. Daar hebben we meneer nu even heen gebracht, dus daar gaat de mensen van de crisisdienst kijken wat er verder voor hulp van deze manier nodig is. Het is wel een heel lang verhaal, maar goed, wij gaan weer verder in de dienst. Goedendag, ik was even benieuwd wat de bestuurder een rijbewijs bij wilt. Sorry, I don't speak Dutch. Do you have a driver license? I am a professional driver, you know that. Thank you for the cooperation. And have a nice evening. No you, have a nice evening.
Oh, meneer. Heeft u remmers bij u? Wat zag u het stopteken niet? Nee. Duurde vrij lang. Oké, okay. Hey, rustig aan, man. Ja, dankjewel. Hallo. Hoi. U stond in de schoenen, niet? Ja, we zijn er. Volgens mij... Ja, dus ze zitten daar maar ook al uit te laken. Oh, nee. Dat is niet netjes, hè? Nee. Nee, niet meer doen. Hij heeft zo'n hond. Je moet de schoen gewoon een keer opruimen hier. We geven het door aan de gemeente, goed? Doe maar. Ja, thuis zeker? Help maar een melding van. Moet je hem buiten laten staan? Ja. Nee, fijn. Hoogleefplan. 22 uur 30. Er komt juist een melding binnen van een verdachte situatie. Melden hoorde volgens mij gerommel en daarna iets van een klap. Blijkt dat er een soort poort of schuttingdeur onver ligt. Alleen nu horen we net dat ze 20 minuten later pas de politie bellen of dat het bij ons binnenkomt. Dus het heeft vrij weinig nut om daar nog... Ja, we gaan wel zoeken, maar de kans is natuurlijk vrij klein. Dus ja, ik weet niet hoe de melder in dit geval gebeld heeft, maar ik dacht het is wel een mooie gelegenheid om weer even aan te geven. Verdachte situatie, bel altijd gelijk 112. Ga niet wachten, ga niet andere dingen doen, maar gelijk 112 bellen. Zodat de pakkans natuurlijk nog groot is. Volgens mij valt het mee. Hallo. Hallo. Hi. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn hier aan het wachten. Oh, ik dacht dat jullie ruzie aan het maken was. Nee. Oh, oké, dat is gelukt. Nee, dat is jouw Willem. Ja, nee, wij reden langs. Jullie staan zo een beetje te kloten. Maar jullie zagen ons. Nou, we reden langs. We zagen in donker. Het leek dat jullie een beetje mot hadden of zo. Nee, waarom dat? We zijn goede vrienden, toch? Nou, gaan wij gauw verder. Veel plezier vanavond. Niet veel drinken. Nee, tuurlijk niet. Oh, oké. Werk goed. Ja, correct. Spoedmelding neem ik aan. Er komt net een melding binnen dat er een gast op straat staat te schreeuwen. En meerdere bedreigingen heeft geuit richting de melder. Vervolgens vult de meldkamer eigenlijk aan dat er op dit moment door diezelfde persoon ook vernielingen worden gepleegd. Wij gaan even kijken wat er nou precies aan de hand is en wat de situatie is. Ik heb je nog nooit gezien. Nee. Hij hoort het al niet. Goedenavond met Willem Schut, politie. Ja. Wat is er precies gebeurd? Hij zegt dat het ruzie is over 10 euro of zo? Ja, momentje. Het gaat om 10 euro? Ja. Oké. Okay. Die meneer zegt, ik heb het nu niet bij me, maar hij gaat zo snel mogelijk voor je regelen. Dus ja, volgens mij draait me om, hè? Wij zijn op het verbroederingsbal in Budel. Het wat? Het verbroederingsbal. Dat is eigenlijk een soort carnavalsfeest. Nou, je kan het dadelijk al aan de tent zien. Wacht, gaan we dit. Ja. We kunnen het horen. Dus we gaan maar eens even kijken. Wat zijn de mensen die
is op de vlog. Wat kun je zeggen dan? Jan Willem. Alles kan kloppen, behalve Jan Willem, hè. Jan Willem. Hey. Goed politie, Gent. Waarderen we. Veel plezier. Houden wij. Ik heb nog slachtig voor mij. Rusten, ja. Oké, want u bent hier op stap geweest. Ja. Ja, en waar moeten we naartoe? Hoezo? Hoezo? Met privé. Ja, dat weet ik niet of hier zo gaat. We moeten een taxi wachten of zo. Hier loopt aan. U loopt aan. Oké, ik wil wel eens graag even weten wie u bent. Dus ik heb graag even een legitimatiebewijs. Is heel fijn. Ja, nee. Jawel. Heeft u die bij? Probleem. Ik wil graag even weten wie u bent. Hallo. Ik ga nog één keer vragen, meneer, en anders ga ik u wel vorderen, want ik wil wel gewoon even... Ja, maar waarom alleen met mij? Omdat u hier bij die panden staat en ik graag wil weten wie u bent. Ja? Nee, u staat er... Als wij langsrijven, stopt zegt u de paal. Trekt u de aandacht? Ja. En daar willen we graag even weten wat er aan de hand is en wie u bent. Er is niks aan de hand. Maar dat willen we even uitsluiten. Hoeft niet zo boos te worden op ons, hoor. Kijk, dank u wel. Nou, u was onderweg naar huis? Geef u dat goed aan Rika? Dat maakt niet uit, het is privé. Daar hebben we hier niks mee te maken. Is er een reden dat u zo boos reageert op ons? Ja, tuurlijk ja. U mag jullie niet. Ja, we gaan niet. Ik mag jullie niet, nooit. Ik heb jullie nooit gemaakt. Oké. Ik ken u persoonlijk niet, maar... Nee, ik wel. U kent mij wel? Ja. Hoe weet ik dan? Dat maakt niet uit. Ik kan beter aan mijn mensen aanhouden, als mij. Het zo makkelijk zijn als bij iedereen op zijn voorhoofd staat van wij wel aanhouden, mij niet. Dan nee, ik heb beter aan mensen die gezopen hebben. Oh, u heeft niet gezopen? Ik heb al gezopen, ja. Ik loop rustig naar huis. Oké. Dat zou heel goed. Alsjeblieft dan. Veilig naar huis. Ja. Dus kijk, ik kijk naar andere mensen. Dat gaan Hij zat gapen. Ja. Hij moet in bed. Jij bent Jan Willem, toch? Nee. Ja, wel klopt. Ja, maar doe even zo, ja. Ik weet niet hoe vaak we met 70 in je handen passen. Wat zei je? We moeten boven staan. Nee, ik wil even kijken of je er wel goed mee ging. Dat is mooi. Nou, box. Jan Willem. Veel plezier. Jan Willem. En lo- nu bent? Nee, dat is... Wat is er met hem dan? Ah, nee, hij vindt het gewoon mooi. Dus ik dacht... Ken je dat filmpje op social media dat zo'n 10 mensen bij elkaar zitten die allemaal een bijzondere lach hebben? En we kunnen hem nu maar bijzetten, geloof ik. Vous êtes célibataire, c'est pas à cause de votre rire. J'espère pas. Non. Ja, nou goed. Maar ik vond het heel netjes, maar nee, ik dacht, het is niet netjes als dit. Ik dacht, ja, ik ga hey, laat het rusten, want anders dan slaap ik op het politiebureau. Dus dat moeten we niet hebben. Echt goed geweest. Mevrouw agent, u ziet er hartstikke goed uit. Dankjewel, jongen. En meneer dan? Meneer ook, meneer. Meneer agent, u ziet er
Ja, kut, hoe moet je dit nou zeggen? Ja. Ja. Zeg, hij ziet er goed uit, zeg je dat toch? Nou, nou mevrouw ziet er goed uit. Mevrouw ziet er goed uit. U ziet er zakelijk. Nee, nee, ik moet het even nog een keer beter. Nee, ik moet het beter formuleren, excuus. Ja, ik ben heel benieuwd wat je nu gaat zeggen. Ik weet niet of het nog beter kan worden nu. In het Engels is het handsome. Ah, ja, ja, die vind ik goed. Precies, knap. Ik weet niet hoe dat je het in het Nederlands vertaalt. Ja, zeg dat ik er knap uitzie. Je ziet er knap uit. Ja, thanks. Ja, doe even zo. Sorry, ja, doe even zo. Kut, ik laat mijn sigaret vallen. Excuus, sorry. Fijne avond. Doei. Later, heren. Op het op, op. Tot de beelden al zien. We zijn inmiddels weer terug aan het bureau en onze dienst zit erop. Ja, het was een beetje wel wat dingetjes gehad, maar alles een beetje met een sisser af. Hè? Ja. Dus nou, zoals je al zei, dan moet ik terugkomen voor een dienstje. Dus die uitnodiging neem ik aan. Dan kunnen we dat of misschien in deze video voorbij werken of een aparte video, maar dan moeten we de montage voorzien. Dus gaan we doen. Jij bedankt. Tot de volgende. Ja, we zijn best wel gaar naar deze. Ik ben gaar trouwens. Ik ben bedankt voor het kijken. Laat me een duimpje achter. Zie je weer bij de volgende video. Later.